Dat is een heel gedoe. Het is een beetje naïef begonnen. We zagen dat in Duitsland een hele grote demonstratie was geweest tegen de, nou, tegen en voor een verandering in de landbouw. En toen dachten we, dat gaan we hier ook doen. Maar wij dachten, als je een demonstratie organiseert, dan zeg je gewoon, kom allemaal naar de Dam en dan is het klaar. Maar het kost gewoon heel veel moeite om iedereen bij elkaar te krijgen. Om mensen enthousiast te krijgen. Om mensen vertrouwen te geven dat er anderen komen. Om de media te bereiken. Dus nu staan we er weer. In Zuid-Amerika wordt er bijvoorbeeld oerwoud gekapt en daar worden dan onder andere sojaplantages geplant, laat ik maar zeggen. Wordt ook nog bespoten, dus er gaat al heel belangrijk bos weg. De inheemse bevolking wordt verdreven, de arme boeren ook, die zijn hun plekjes kwijt. En dat wordt dan hierheen getransporteerd, dus behalve wat er daar allemaal gebeurt. Zoveel meer graan dan een mens zou eten en er komt in verhouding veel minder vlees voor terug. Dus er gaat heel veel verloren in de voedselkringloop. Dus als we het vlees ertussen uithalen, kunnen we al veel meer mensen eten geven. En buiten dat wordt er in Afrika graan verbouwd wat niet geschikt is voor de mensen daar, maar voor het vee van ons. Waardoor we ook nog eens uit hun arme land dingen halen naar het rijke Westen. Dus we halen dingen ook nog weg en er zijn... Tuurlijk, daar krijgen ze geld voor. Maar het geld gaat natuurlijk ook niet naar de mensen die het echt nodig hebben. Dus de vee-industrie heeft gewoon overal invloed. Het is natuurlijk één grote business. Het water wordt vervuild door mest, onder andere. Maar het heeft natuurlijk, dat heeft invloed op het klimaat en de gezondheid en de hele wereldding. De uitstoot van de vee-industrie is vele malen groter dan van het openbaar vervoer en de auto's bij elkaar. Dus de hele klimaattop is bezig met meer groene energie en dat soort dingen. Maar door vee-industrie weg te halen en gewoon naar minder intensief te gaan, is er al heel veel op te lossen. Omdat ik geloof dat het verschrikkelijk is wat er gebeurt in de megastallen. Ik vind het belachelijk dat dieren officieel mishandeld worden voor vlees, wat ook nog eens heel ongezond is voor de consument. Er zijn mensen die sterven door dat vlees, er zijn mensen die heel erg ziek worden door de antibiotica, door de resistentie. Maar wat mij het meest aangaat is eigenlijk het dierenleed en het feit dat dieren producten zijn geworden terwijl dieren zijn en gevoelens hebben. En we staan in mijn ogen niet te ver af van onze natuur en dat moet veranderen. We willen ten eerste dat het zichtbaar wordt. Dus laat maar zien hoe die dieren erbij zitten. Laat mensen maar zien, want dan maken ze een betere keuze. We willen dat de consumenten beter geïnformeerd worden over de gevolgen. En dat het niet alleen gevolgen zijn voor de dieren en voor de gezondheid hier, maar ook in de andere landen en zelfs andere continenten dat het invloed heeft. En dieren zijn geen gebruiksaam voorwerpen. En we willen gewoon, ja, dat is wat we willen. Dieren moeten een stem hebben en dat willen wij zijn. Weet wat je eet. Ga eens googlen waar je eten vandaan komt. En ik denk als je echt de filmpjes gaat bekijken hoe het er aan toe gaat in de slachterij. De weg van de dieren naar de slachterijen toe. En ook het leven van de dieren in de stallen. Als je dat ziet, dan kan het haast niet anders dan dat jij
minder vlees gaat eten. Het liefst natuurlijk helemaal. Maar ja, dat wil ik iedereen adviseren. Ga eens kijken waar je stukje vlees vandaan komt. Het echte leven van de dieren in de stallen. Dat moeten ze mensen maar eens eventjes goed gaan bekijken. En dan ben ik benieuwd of ze dan nog een stukje vlees gaan eten. Transparantie in deze sector is van het grootste belang. Mensen moeten leren dat dit soort producten niet goed voor hen zijn. Nou, ik vind gewoon dat elk dier is een wezen. Elk wezen heeft recht op vrijheid. En dan bedoel ik het niet op een zweverige manier, weet je. Als mensen grapjes maken van, oh ja, mag een dier dan ook stemmen? Nee, natuurlijk niet. Gewoon even gezond verstand gebruiken. Een varken, als hij biggetjes krijgt, die wil een hol graven in de aarde om zijn biggetjes te verzorgen. Ja, die zit nu in een metalen kooi op een metalen stang. Ja, dat is dus geen vrijheid. Dus dat is voor mij dierenvrijheid. Laat een dier een dier zijn. Laat een varken zijn. Laat een koe zijn. Laat een koe een moeder zijn. Dat klinkt misschien voor veel mensen dramatisch, maar een koe die krijgt een kalfje, die wordt geïnsemineerd, weet je, niet op een natuurlijke wijze, met een metalen stang. En dan krijgt hij die kalfjes. De kalfjes worden gelijk weggehaald. En de geluiden die uit zo'n koe komen, die zijn echt hartverscheurend. Die gilt. Elke moeder zal gillen als de baby wordt weggehaald. Het is onnatuurlijk. Dus die pijn is wel degelijk. Het is een ander soort rationaliseren misschien dan mensen, maar de dieren lijden net als wij. En die kalfjes worden weggehaald, krijgen door zo'n buis, krijgen ze melk. En die moederkoe, die moet melk produceren als een machine voor ons. Hoe lang houdt hij dat vol? Zonder ziekte? 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar? En daarna als dank wordt hij afgeslacht. En dat is wat in wezen zo slecht is. Het is gewoon natuurlijk, het is wreed. Het is niet zoals de natuur het bedoeld heeft. Dat in megastallen dieren preventieve antibiotica krijgen, betekent dat een dier eigenlijk al resistent is als hij geboren wordt, omdat zijn voorouders of zijn opa en oma enzovoort al die antibiotica hebben gekregen. Dus dat best voor de hele tijd volgestopt met antibiotica, ook al is het niet ziek, zodat wij niet ziek kunnen worden. Het enige probleem daarmee is natuurlijk dat wij zoveel antibiotica binnenkrijgen dat wij op een gegeven moment ook resistent worden tegen die antibiotica. Wat betekent dat je dus naar het ziekenhuis kan gaan met een blaasontsteking, maar dat de antibiotica niet aanslaat omdat je resistent bent. En dat is natuurlijk heel stom en heel raar ook. Ik veroordeel geen mensen die vlees eten, maar ga eens minderen met vlees. Ga, ja, boos is helemaal stoppen met vlees, want je hebt het niet nodig qua voedingsstoffen. In de vleesvervangers zitten ook mineralen, zitten ook vitamine. Een stier, groot sterk, die eet geen vlees, die eet gras. Dus je hoeft niet groot sterk te zijn en nog vlees te eten, dat hoeft niet. Waarop de beesten worden gehouden nu in Nederland. Een Nederland die voorbeeld is als voor dierenwelzijn. Dat is onacceptabel. Gepropt in kooien met een etiket van, weet je, duurzaam en diervriendelijk. Dat is gewoon een wassenneus. Dat is gewoon niet waar. Dat weten we en dat willen we door middel van deze manifestatie overbrengen aan de rest van Nederland. Er is heel veel onwetendheid. Mensen denken van, nou, ik koop vlees, oké, dan doe ik tenminste biologisch. Dan is het goed. Maar ook dat schijnt niet helemaal te zijn wat het zou moeten zijn. Want bijvoorbeeld, vroeger had je, weet je, zoveel kippen op een vierkante meter. En nu heb je scharrel kippen, scharrel eieren. Maar wat hebben ze dan? Een vierkante meter met 9 kippen op elkaar. Dat is zo. Dat kan niet. Dus dat is sowieso iets. Mensen applaudisseren biologisch vlees, omdat het een stap in de goede richting zou zijn. Maar het is lang niet genoeg. Maar afgezien van dat, waar we vandaag voor protesteren, is echt die megastallen. Dat is echt bio-industrie in de meest verschrikkelijke vorm. Dus dieren op elkaar, maar produceren voor het geld, voor het buitenland, varkentjes op elkaar, die niet op een natuurlijke manier hun biggetjes kunnen zogen. Hè? Tussen metalen kooien, metalen stangen, die het licht.
licht van de dag niet zien. Koeien, ja, die uitgemolken worden, letterlijk uitgemolken worden. Nooit kunnen kalveren en alleen maar voor de zuivelindustrie. Op een hele kleine ruimte gehouden. Ze vreten elkaar aan. Verveling. Ze worden al met een paar weken of met een paar maanden worden ze geslacht. Ze gaan op lange transporten naar het buitenland om daar te worden geslacht. En vervolgens wordt het weer teruggescheept naar bijvoorbeeld Nederland. Dus het is allemaal gruwelijk. De een is nog gruwelijker dan het ander. Megastallen! Megastallen! Wat willen wij? Alle dieren veilig! Wat willen wij? Alle dieren veilig! Wij eigenlijk vinden dat nou ja, de megastallen die kwamen, steeds meer hoorde hierover. Er werd steeds voorgestemd en dan waren er weer oneenigheden. Dan brak er weer een dierziekte uit en dan moest gewoon, er moet iets veranderen. En wij horen niet bij een partij en we zijn geen politiek, dus we kunnen als burger gewoon niet meer doen dan het niet eten. En we wilden zo graag wat meer doen en het geluid laten horen vanuit de burgers. En dat is wat we hier proberen te doen, laten zien dat we het mega zat zijn en dat er echt iets moet veranderen. En dat burgers dat gewoon willen. There's no excuse for animal abuse! Ik kan niet zoveel vertellen over dierenbevrijding. Ik weet wel dat ze natuurlijk Animal Liberation, ja, die bevrijden dieren. Konijnenfokkerijen of netsen of wat dan ook. Ja, ik vind het goed. Ik vind, hun maken een statement en ik doe het op mijn manier. Hun doen het om dieren te bevrijden. Om zo'n statement te maken. Ja, ik van alle initiatieven wat men neemt, vind ik goed. Dit tentoonstellen, wat er gebeurt, wat het echt allemaal inhoudt. Ja, dat is toch prima? Meestal worden plaatjes zoals deze. Ja, ja precies. En, maar die staan hier allemaal. Kijk, deze. Deze plaatjes, die zie je niet in de krant en die zie je niet op de supermarkt om een stukje vlees staan. We moeten laten zien dat. Je zou zeggen dat kan door consumentgedrag, dus door biologisch te eten, door vegetarisch te eten, wat ook heel erg goed is. Maar er wordt nu zoveel vlees geëxporteerd dat wij als consument eigenlijk niks meer te zeggen hebben over die laatste 20% die in Nederland blijft. Dus dat betekent als mensen allemaal massaal kiezen om vegetarisch te worden, dat die megastallen nog doorgaan voor de export. Dus wat in mijn ogen de beste manier is het om vanaf de politiek aan te pakken. Dit wil ik. Het klinkt misschien heel streng, maar je zou 4 problemen, milieu en bio-industrie, wereldhonger oplossen door veganisme of vegetarisme of in ieder geval minder vlees eten. Ik vind het altijd goed dat het wordt overgebracht. Ik vind het altijd goed dat we gewoon eventjes een statement maken voor alle mensen die naar ons kijken. Die heel eventjes worden geconfronteerd met wat wij verstaan. In de hoop dat ze even gaan nadenken en ga eens googlen. Ga eens googlen wat er gebeurt achter de schermen. Ga eens googlen wat er gebeurt in de stallen. Ga eens googlen wat er gebeurt in de slachterijen. En hoe de boeren soms omgaan met de dieren. Pasgeboren kalfjes wat doodgeknuppeld wordt. Omdat ze er niks aan hebben. Het is gewoon, ja. Dat weten mensen niet. Mensen die kopen een stukje vlees met cellofaan eromheen. Maar ze weten niet wat voor leed erachter schuilt. Ondanks het slechte weer toch best wel veel mensen gekomen. Ja, blij dat de mensen hebben meegelopen. En dat er goed geluisterd is tijdens het debat en zo. Ja, veel geklapt en ook een paar boerroepen en zo. Maar ja, dat is goed. Ja. Dus ik hoop dat het een beetje weer mensen wakker maakt.